kijkers en welkom op mijn vlog. Wij gaan vandaag op avontuur in het bos. Ik ga jullie in deze vlog laten zien wat ik de afgelopen 4 weken heb geleerd bij Living by Nature. Ik heb daar bushcraft lessen gevolgd in opdracht van het Helicon MBO in Velp. Bushcraft betekent voor mij buiten zijn, buiten leven zonder technologie en leven van de middelen die je alleen in natuur kunt vinden. En natuurlijk met je mes. Let's go en veel kijkplezier! We hebben tijdens de bushcraftlessen 3 mestechnieken geleerd. Ik ga deze mestechnieken nu 1 voor 1 aan jullie uitleggen. Techniek 1. Bij techniek 1 haal je lange halen met je mes en haal je veel hout weg. Deze techniek gebruik je om punten aan de stok te maken of in een kleine tijd veel hout weg te halen. Techniek 2. Bij techniek 2 hou je allebei je handen op je borst en haal je ze van elkaar af. Door deze manier kun je veel kracht zetten en ben je niet gevaarlijk voor jezelf. Techniek 3. Techniek 3 hou je het hout vast in je hand. Je hand mag niet boven het hout uitkomen, want anders snij je jezelf. Je doet je hand erachter vast en dan hou je met 3 vingers hou je het mesblad vast. Met de kant waar geen scherpe rand zit. Met je rechterhand hou je het mes zelf vast en alleen met die 3 vingers druk je op het mes. Je maakt hierbij een snijbeweging naar jezelf toe, maar doordat je met 3 vingers op het mes drukt, is het niet gevaarlijk. Van deze 3 technieken hebben wij een lepel gemaakt. Dit is hem geworden. Om deze lepel te maken heb ik 2 technieken gebruikt. Om de steel te maken heb ik techniek 1 gebruikt en om het bovenstuk van de lepel te maken heb ik techniek 3 gebruikt. Tijdens de bushcraft les heb ik ook geleerd welke planten je allemaal kunt eten. Dit ga ik jullie nu ook uitleggen. Ik ga jullie een paar vertellen, niet allemaal. En dat moet naar een ander stukje van de bos. Dus tot zo! Een stukje berm. Ik heb de eerste eetbare plant gevonden en die ga ik jullie nu even laten zien. Dit is een eetbare plant. Je kunt hiervan deze takjes opeten en ze smaken een beetje naar rauwe ui. De tweede eetbare plant heb ik ook gevonden. Die kennen jullie allemaal wel. Dat is de brandnetel. De brandnetel kun je ook rauw eten door hem dubbel te vouwen en de haartjes die prikken naar binnen te vouwen. Dan heb je er geen last van als je hem opeet. Er zijn ook bloemen in die je in de natuur kunt vinden die je kunt opeten. Zoals de bloem van de klaver. Deze heb je in het wit en in het paars. Ik heb een nieuwe plant gevonden. Dit is een plant die is heel makkelijk te herkennen. Hij staat meestal in de berm. Je kunt hem herkennen aan de rode bloempjes zometeen bovenin en aan de blaadjes die lijken op schaapskoppen. De plant is zelf lekker. Hij is een van de weinige planten die niet bitter is, maar die heel zoet smaakt. Hij smaakt een beetje hetzelfde als de groene appel. Je ziet hier zo'n blaadje. Je ziet hier bovenaan de horens van een schaap en dit is het gezicht. Zoals u kunt zien lijkt het blaadje heel veel op een schaap.
heb de laatste plant gevonden. En het is heel bijzonder dat je deze tegenkomt in het wild. Ik zal hem jullie even laten zien. Het is de slaapplant. Die komt heel zelden voor in het wild. En ik ben ook heel blij dat ik deze heb mogen vinden. Tijdens de bushcraft lessen hebben wij geleerd hoe je met een vuurboog vuur kunt maken. Voor een vuurboog heb je een pees en een boog nodig. Een haardblok, een handblok, een gewoon blok en een spindel. De spindel die bind je in het touw van de vuurboog en daarmee ga je rondjes draaien op het blok. Hierbij ontstaat de wrijving en uiteindelijk heb je een kooltje waarmee je vuur kunt maken. Eenmaal dat kooltje hebt, kun je dat in een tondel stoppen. Een tondel zijn kleine fijne materiaaltjes die snel in brand vliegen. We hebben ook 4 manieren geleerd om vlees klaar te maken op vuur. Manier 1. Bij manier 1 doe je het vlees in een blad met een paar groenten erbij. Door het blad blijft het vlees mooi sappig en krijgt het een hele lekkere smaak. Manier 2. Bij manier 2 leg je het vlees rechtstreeks op de kolen neer. De kolen zullen niet in het vlees gaan, omdat het vlees door de hitte meteen dichtgroeit. Manier 3. Bij manier 3 stop je het vlees in een Dutch oven. Een Dutch oven werkt door de kolen onder en boven de Dutch oven te hebben. Bovenop de Dutch oven zit een soort van kuiltje en daar kun je de kolen in leggen. Manier 4. Bij manier 4 graaf je eerst een gat in de grond en daar leg je het vlees in, ingewikkeld in mos en varen. Bovenop die varen gaat weer een laagje zand en daarbovenop komt het vuur. Toen wij onderweg waren om ons vlees bij elkaar te halen, kwamen wij een heel groot, zeldzaam beest tegen. Een mammoet! In de Dutch oven gedaan en die gaan we zo meteen op het vuur zetten. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See my confidence shaking in my heart.